Hey Mercedes, luister, ik wil naar de autobaan. We moeten naar de bestemming. De top van 250 km per uur. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Welkom in 2021, Driver's Dream kijkers. Het is grijs weer. Het eerste weer van 21 is koud, nat en grijs. Dachten we, ja, we passen de auto gewoon aan het weer aan. En we gaan op pad met de nieuwe S-klasse. Het is de zevende generatie S-klasse. Beter bekend onder de codenaam W223. Een auto waarvan Mercedes altijd zelf zegt, ja, dat is beste auto niets. Dit is de beste auto ter wereld. Nou, is best wel een bouwde claim. Gaan we vandaag maar weer eens even uitzoeken of dat wel echt zo is. En ja, er is heel veel te vertellen. Misschien niet zoveel aan de buitenkant. Het is vooral van binnen waarin eigenlijk een compleet nieuwe maatstaf is gezet. Op het gebied van luxe, techniek, veiligheid. Maar we gaan eerst maar eens eventjes een kleine rondloop rondom de auto doen. We beginnen aan de achterkant waar ja, het minst uitgesproken onderdeel van de auto te zien is. En ja, hier die lichtunit, zitten heel veel ledjes in. En ja, eigenlijk heeft hij nog steeds die ronde uitlaten, waaronder wel twee echte uitlaten zitten overigens. Het is wel lel van een auto wel weer geworden. Groter, ietsje een paar centimeter breder, een paar centimeter langer. Dit is de verlengde versie. En dat is niet zo vreemd, want 9 van de 10 S-klasses die verkocht worden, ja, dat zijn eigenlijk verlengde versies met 11, 12 centimeter meer beenruimte achterin. Ik weet eigenlijk niet waarom ze überhaupt dan nog een korte maken, maar daar is ook nog wel vast een markt voor. De meest uitgesproken vernieuwing aan de buitenkant, die zit hier aan de voorkant. En dan bedoel ik natuurlijk met name die grill. Het is een uit de kluiten gewassen E-klasse, zou je oneerbiedig kunnen zeggen. Hij ziet er wel heel erg uit als een E-klasse. En die grill, ja, die is natuurlijk zo gebouwd om de familiegelijkenis zoveel mogelijk te laten lijken. Ik vind het niet het mooiste onderdeel van de auto. En ja, dit is natuurlijk voor al die sensoren die natuurlijk je de auto tussen de lijntjes houden en op de weg houden. En zorgen dat die remt en gas geeft. Ik snap het allemaal wel. Maar ja, het had misschien iets fraaier gekund. Totaalplaatje van de auto is wel dat het een krachtige, dikke limousine is. Die er gewoon weer helemaal 21 uitziet. Een nieuw design trouwens van de velgen. Dit is, wat is het eigenlijk? Ik kan niet eens zien. Wacht even. Wat is dit? Ja, volgens mij 21. Het zijn AMG-velgen, want er zit voor 12.000 euro een AMG-pakket op deze S-klasse. En ja, dit ziet er gewoon strak uit. En dit is ook mooi, hè? De handgrepen. Dit is de eerste Mercedes met een nieuwe generatie handgrepen. Daar kun je dan zo eventjes over wrijven en dan komen ze naar buiten. Je kunt ook gewoon op het knopje drukken. En ja, dan gaan ze natuurlijk weer normaal naar binnen. En dan zit er niet echt een handgreep met een gat in waarin je zo moet grijpen. Nee, je drukt gewoon op het knopje en dan komen ze zo naar buiten. En ja, het ziet er gewoon mooi uit. Jongens, het is bokkenweer. Ik ga gauw lekker binnen zitten, want daar is nog veel meer te vertellen. En we zijn aan boord van de S-klasse, waar het een stuk aangenamer is dan buiten. En ja, ik zei het al, dit valt meteen op. Een compleet nieuwe auto van binnen met een interieur, ja, dat is echt luxe in combinatie met high-tech. En het eerste wat opvalt is die mega iPad hier in het midden, waarmee je alle functies kunt bedienen voor wat betreft telefoon, comfort, je auto-instellingen. En we hebben hier een 3D-scherm. Dit is, ja, echt heel mooi. Goedemiddag Mercedes, ik wil graag naar de autobaan. Sorry, daarbij kan ik je nu niet helpen. Ik wil graag... De telefoon is op dit moment niet beschikbaar. Je kunt nu je telefoon verbinden. Ja, dat hoeft niet, want ik mag in Nederland maar 100 en ik wil even iets harder dan 100. Mag dat, Mercedes? Hey Mercedes! Beetje op zijn Duits toespreken. Ik leer voortdurend bij. Je leert voortdurend bij. Luister, ik wil naar de autobaan. Misschien moet je dat zo doen. We moeten naar de bestemming. Zie je? En ze doet het ook nog. Je moet ze gewoon een beetje op zijn Duits toespreken. Komt het allemaal goed.
Ja, hij stuurt me al naar de autobaan. Ja, deze Mercedes heeft de nieuwste generatie voice control. En dat werkte ja, in het verleden niet altijd even soepeltjes. Maar ik heb de reviews ook gelezen. En ze zeggen van ja, nou werkt hij echt feilloos. En nou ja, ik geef net op zijn Duitsland een paar commando's, zal ik maar zeggen. Ja, en ze stuurt me nu naar de autobaan, want ik wil even iets harder dan 100. Nee, nou je schnauts houden. Ik wil iets harder dan 100 gaan rijden. En dat kan natuurlijk alleen in Duitsland. Wat een fantastische machine is het om in te zitten. Speciaal met dit weer, want och, het is Hollands zeikweer met grauw, grijs, regenbuitje. Nou ja, het is januari mensen en ik vrees dat het de komende weken wel een beetje dit zal blijven. En als het tegen zit, februari ook nog. Alleen, ja, we zitten in een lockdown, we kunnen nog niet echt weg. Wij gaan deze maand gewoon een paar super video's afleveren. En ja, we hebben in de laatste video van 2020 gevraagd om ja, jullie commentaar van wat willen jullie nou zien op Driver's Dream. We hebben ze uiteraard allemaal gelezen en ja, daar zaten natuurlijk heel wat leuke en spannende auto's tussen. En ik kan jullie wel alvast verklappen, daar zitten wel een aantal auto's tussen die ik gelezen heb, die wij zeker gaan rijden dit jaar. Dus ja, het wordt een mooi jaar en er komen zeker ook nog wel wat verrassingen aan. Dus ik heb er zeker zin in 2021 en ik hoop jullie ook en dat wij als Driver's Dream maar heel veel leuke video's mogen afleveren aan jullie. En misschien had je het al gezien bij het intro, maar we hebben een primeur op Driver's Dream. Want we beginnen 21 met een diesel. Jawel, dit is de eerste diesel op Driver's Dream. Om te zeggen, de diesel is natuurlijk flauw, want je hoeft niet meer voor te gloeien. En de zelfontbranders van 21, ja, dat zijn gewoon hele fijne motoren. En natuurlijk, het moet allemaal hybride zijn met benzinemotoren en akkertjes. Maar stiekem gaat er gewoon niets als je een beetje kilometers rijdt boven een dikke diesel die gewoon met een volle bak 700 Nm koppel en 900 km actieradius is dit gewoon een hele fijne reismachine om lange afstanden te rijden. En dat is wat de eigenaar ook doet met deze auto. Op dit moment zijn er gewoon nog niet zoveel smaken beschikbaar bij Mercedes met de nieuwe S. Er is een 350 diesel, er is een 400 diesel en er zijn ook twee benzineversies. Een S450 en een S500. Maar ja, de echt interessante, de S63, die komt pas over een jaar uit. Net als de Maybach versie, die zal wel weer verlengd zijn. En die heeft dan, wie zal het zeggen, een 12-cilinder. Dat weten we nog steeds niet. En er zal ook een hybride komen. Maar ja, dat is allemaal nu nog niet aan de orde. Voorlopig zitten wij lekker in deze S400 diesel. En hebben wij bijna de autobaan voor ons om te kijken hoe hard die gaat. Nou, dat kan ik alvast verklappen. Hij gaat 250, want dat gaan ze allemaal. Ze zijn allemaal begrensd op 250 km per uur. Alleen deze doet het 0 tot 100 in 5,4 seconden. Ja, dat is toch voor zo'n auto van bijna 2000 kilo. En een diesel die, hoor jij hem? Ja, dat is toch gewoon super. Dit is leuk hè, kijk, de sfeerverlichting staat nu op blauw. Je kan hem ook op andere kleuren instellen, maar ik zet hem nu even warmer. En als het warmer wordt, ja, dan, de kleur van warmer is rood. Let op, ik zet hem nu warmer. Zie je hem daar zo'n mooie rode stroom? En het is nu 24 graden. Beetje standje sauna, dus ik zet hem weer wat kouder. En dan zie je dat hij blauwe stroompjes geeft. Leuk hè? Ik begrijp het wel, als je nu naar Parijs moet vliegen of München, ja, dan gaat het qua vliegen natuurlijk wel snel, maar als je nou geen files hebt en je kunt gewoon doorrijden zoals in deze coronatijd, ja, dan vraag ik me af met naar het vliegveld toe en ja, overal in en uitstappen, boorden in zo'n busje, ja, of je gaat gewoon lekker in zo'n S-klasse 7 uurtjes rijden. Ik zit zeker ook met mijn lengte in een fauteuil. En ja, alles om me heen. Kijk, alleen al de materialen. Hè. Mercedes heeft wel echt eventjes er werk van gemaakt. Alleen al dit knopje met het geborsteld aluminium waarmee je hier de middenconsole kunt bedienen. Normaal was dat een soort plastic knop, maar hey, dit geeft gewoon net even het gevoel van extra luxe. Premium. Prachtig ook, hè? Die ventilatieroosters. Ja, alles is nu strak, vierkant. Normaal zaten er allemaal een beetje ronde knoppen in, dus vierkant is het nu rond, maar het ziet er
kijk eens eventjes, met al die rozen zie je wel heel mooi uit. En met name natuurlijk dat zwarte pianolak dat helemaal in de breedte zo doorloopt, ook hier. Ja, je krijgt een beetje een Riva gevoel, een beetje van een luxe boot. Dat is zo mooi wat ze ervan gemaakt hebben. En Mercedes heeft natuurlijk heel goed begrepen dat het leven van een S-klasse eigenaar, en of dat nou achterin is of voorin, maar het speelt zich in ieder geval hier binnen af. En daar is ook zo'n upgrade gegeven aan alles. Met name ook met alle speeltjes en wat je kunt doen, de technische snufjes, dat het, ja, het is gewoon heerlijk om aan boord te zijn, zelfs in coronatijd. Ik bedoel, ja, je, soms denk je van, ik heb niks te doen vandaag. Ik ga gewoon een stukje rijden in mijn S-klasse. Beetje zo om me heen kijken, een beetje spelen. En ik hoef niks te doen, hij rijdt ook zelf. Hij vindt nu wel dat ik mijn handen aan het stuur moet houden. Nee, daar heb ik geen zin in, Mercedes. Hij stuurt wel mooi bij, hè? De bocht. Nou, ik ga even op mijn telefoon kijken. En dan is er dit. Dit scherm voor je in 3D. De eerste Mercedes gewoon met een 3D-scherm. Überhaupt de eerste auto die dat heeft. Ja, dat is wel weer gaaf. Haarscherp kun je alles aflezen. En ik heb nu de navigatie voor me staan. Nou, zelf als je gewoon Stevie Wonder bent of bijzien bent, het maakt niet uit. Je kunt dit nog gewoon allemaal heel goed aflezen. En je kunt hem ook vanuit elke hoek goed bekijken. Ja, je kunt ook in de voorruit via het head-up display. Met de navigatie geeft hij dan pijltjes aan. Als je zegt, ik moet nu naar München, nou, dan geeft hij aan hier afslaan rechts. Het is wel heel gaaf hoe dit werkt. Alleen ja, het heeft steeds minder te maken met actief rijden, maar daar is deze auto niet voor. Dit is gewoon een luxe slagschip om heel veel kilometers mee te maken. Nou, dit is wel een beetje lastig. Kijk, er zitten natuurlijk heel veel functies op en die kan je dan met, ja, je touchbediening aan het stuur. Maar ja, je moet eens kijken wat een klein oké-knopje hierop zit. Je moet echt pinkeltje zijn om die ding kunnen bedoelen, want met die dikke vingers van mij, ik zit continu te drukken en dan druk ik alles verkeerd in. Dat werkt niet helemaal feilloos. En we zijn op de Duitse autobahn en we kunnen los. Ja, 700 Nm aan koppel. Dat wil wel en altijd die power. Ja jongens, het regent wel, maar we hebben 4Matic. Wat niet alles wil zeggen. Even kijken of we een stukje vrij hebben. Maar hij gaat wel. Hè. Kijk, hier is weer een stukje leeg. En dan gaat hij er meteen vandoor. Ja, en het is stil aan boord. Hè. Dit is een diesel. Moet je nagaan. Het maakt gewoon geen verschil. Ik hoor windgeruis. Dat wel. Ik hoor die ruitenwissers een beetje zuizen. Maar die motor hoor je gewoon niet. Appeltje, eitje voor deze S. Die wat dat betreft gewoon doorloopt, nog even opschakelt met zijn 9 versnellingsbakken. Dat hebben ze natuurlijk allemaal tegenwoordig. 9 versnellingen. En ja, ik zei het al, 2 vingers in die nazen. De top van 250 km per uur, waar die op begrensd is. En het was hem. Ze hebben zich wel netjes aan het herenakkoord gehouden. Maar ik denk dat er vast bij AMG wel iemand is die dit kabeltje even lostrekt. Want de S63 zal zeker harder gaan. Maar hij loopt mooi. Een diesel die je gewoon niet hoort, hè? Deze S is ook uitgerust met die meesturende achterwielen. En die kunnen tot 10 graden zeg maar tegensturen met de voorwielen. En dan krijg je dus een korte draaicirkel. Nou, ik sta hier best wel op een klein parkeerplaatsje. En we gaan het eens even proberen. Het is wel een optie trouwens, hè, die meesturende achterwielen. Maar kijk eens. De S-klasse met de kortste draaicirkel ooit. Dan gaat het mooi rond. Nee, we gaan geen donuts draaien vandaag. Mag niet van de eigenaar. En wat is voor jou nou de meest iconische S-klasse? Nou, we laten nu even de 7 generaties zien. Dat doet GURB nu. Ja, en elke S-klasse heeft zijn eigen verhaal. Hè? Die eerste generatie. Ik ben opgegroeid als klein jongetje in de jaren 70. En dan zag ik zo'n S-klasse, die 116. Wow! En in mijn tienerjaren kwam die W126. Die auto staat voor mij aan het tijdperk van greed is good. Hè, laat maar zien wat je hebt. Dat straalt die auto ook uit. En dat is voor mij eigenlijk de meest iconische S. En daarna kwam die hele dikke, begin jaren 90, die Helmut Kohl op wielen. Ja, die was niet zo goed getimed, want midden in een financiële crisis zo'n dikke opgeblazen S, nou, dat viel niet helemaal lekker. En een tegenreactie was eigenlijk de 4e generatie, die was heel slank, heel smal, heel ingetogen. Nou, toen kwam in 2005 de 5e generatie, ja, die was dan weer wat meer
pompeus. Die was meer naar de sportschool geweest. Ja, en daarna werden het meer technologische wonders. Ik vond eigenlijk de mooiste, ja, de vorige generatie, de zesde generatie, echt wel een mooie S-klasse. En met name die S63, die heb ik nog wel een paar keer gereden. Of die S65 die we nog een keer mee hadden van Thijs. Ja, mooie auto's. En hier draait het dan allemaal om, hè. Achterin een S-klasse. Ja, de verlengde met 11 centimeter meer beenruimte. Ja, hier zitten de meeste eigenaren dan. En als je dan hier zo zit, ja, dan begrijp je dat wel. Want ik heb ongelooflijke ruimte, ja, en comfort. En natuurlijk, je kan nog optioneel hier nog een schermpje bij bestellen. En dan kan je tv gaan kijken. Maar ik zou lekker mijn ogen dicht doen en dromen over Driver's Dream. Dit was hem, de eerste video van dit jaar. De nieuwe Mercedes S-klasse. Ja, er gaat nog veel meer moois, leuks en ja, echt coole auto's. Die gaan er komen dit jaar. En we hopen dat jij als kijker met ons meegaat op tournee. Dus abonneer nou eventjes. Dan ben je fan van Driver's Dream. En dan zie ik je de volgende keer.